Ik zei het bij het eind van deel 1 al, er staat zoveel dat we niet genoeg hebben in één video. Dus hier komt de tweede helft van Los Angeles Auto Show 2018. Kia heeft hier zojuist de nieuwe, de derde generatie Soul uit de doeken gedaan. En we kenden de Soul al als een buitengewoon excentrieke auto. Nou, de derde generatie is dat meer dan ooit. Hij komt er een drie maken. De GT-Line is sportief. Dan heb je de X-Line, die is een beetje stoer, ruig, hoog op de boten. En dan heb je nog de EV, en het woord zegt het al, die is volledig elektrisch. En als hij naar Nederland komt, dat weet ik niet zeker, dan is het alleen deze EV-versie. Die is het belangrijkste. Hij heeft een accupakket van 64 kWh. Dat is dezelfde als de e-Niro. Kia zegt niet hoe ver die ermee gaat komen, maar als we naar de e-Niro kijken, heeft een WLTP rijkwijde van 485 kilometer. Dus deze zou het ook ongeveer moeten kunnen. Dat had die oude Ferry Porsche eens moeten weten, dat die potloodstreken van hem uit begin jaren 60 hier in 2018 in Los Angeles nog steeds wereldnieuws zijn. De achtste generatie van de Porsche 911, de 992, staat hier te pronken. Een auto, ja, ik zeg het al, er is feitelijk in grote lijnen weinig aan veranderd. Never change a winning team. Toch zijn dingen natuurlijk wel anders. Kijk naar die achterkant, die grote lichtbalk tussen de achterlichten. Wat ook bijzonder is, dit is de Carrera S. Die wide body was voorheen voorbehouden aan alleen de vierwiel aangedreven aan de Turbo en de Turbo S. Voortaan hebben ze allemaal. Nou, ze beginnen dan met deze Carrera S en Carrera 4S. Later komt er natuurlijk ook een gewone Carrera. En daarboven natuurlijk een GTS, een Turbo S, een GT2, GT3 en daar dan weer de varianten op. Begin volgend jaar komt er natuurlijk ook weer een Cabrio en wellicht ook een Targa. Nou, het is natuurlijk weer de nieuwe jongensdroom dit. En het leuke is, er zit ook een vleugje in Nederland samen. Want het interieur is ontworpen door onze eigen, mag ik zeggen, onze eigen Ivo van Hulten. En heeft zich ook met het exterieur bemoeid. Leuke dingen zijn onder andere ook bijvoorbeeld die handgrepen die eruit komen. Goed voor de aerodynamica, maar het ziet natuurlijk ook gewoon stoer uit. In het interieur valt op dat de luchtroosters naar beneden zijn geplaatst. Daardoor kan het scherm groter, hoger worden, moet ik zeggen. In het midden heb je nog steeds die klassieke toerenteller natuurlijk centraal. Maar aan de zijkanten, aan weerszijden, zit voortaan digitale schermen. Bij Porsche is natuurlijk het grote nieuws de nieuwe 911, de 992, maar er staat ook nog een 991, een soort uitzwaaiversie. Dit is de GT2 RS Clubsport, dat is zeg maar een nog potentere versie van de gewone RS2. Het is een auto die alleen maar voor het circuit is, niet street legal, dus er worden maar 200 van gebouwd voor een prijs van 400.000 euro voor belasting, maar dan ben je ook wel echt het mannetje op het circuit. Wat ze bij Tesla kunnen, kunnen wij ook, dachten ze bij Rivian. Rivian denk je dan, inderdaad, precies dat. Uit de lucht komen vallen, uit het niets. Wel zo handig, zeggen ze zelf, want we hebben geen heritage om rekening mee te houden. Ze beginnen met een blank sheet of paper, bouwen ze nieuwe auto's, elektrische auto's, lekkere dikke pick-ups, een pick-up en een SUV. Nou, typisch voor de Amerikaanse markt. 2020 willen ze de markt opkomen met die auto's. Dit zijn nog concept cars, maar ze gaan er ongeveer zo uitzien. De verschillende accupakketten heb je, de minst zware kan 377 kilometer bereiken en de zwaarste zelfs 644 kilometer. En dat is in Amerika niet zo heel veel, maar goed, het is een leuk begin. Grote, dikke, stoere auto's willen ze bouwen. Dat is ook het logo, dat is een kompas, want de kompas staat voor avontuur. Omdat in Amerika alles altijd net iets groter moet zijn, dat is nog steeds zo, hebben ze bij Kia niet voldoende aan een Sorento. Daar moet ook een grotere auto bij komen, een grotere SUV. En dat is dan deze Telluride. Groter dan de Sportage, groter dan de Sorento. Dit is echt een Amerikaanse SUV.
Dat zie je ook aan de designlijn. Die is anders dan die Sportage en dan die Sorento. Dit is veel verticale lijnen, een beetje Cadillac-achtig zelfs. Een hele grote, dikke, stoere bak. We verwachten die 3,3 liter V6 biturbo die ook in de Stinger zit. Dat weten we niet zeker. Let ook niet op de uitvoering. Het is een beetje apart met die leren spiegelkap en houten handgrepen. Zo stond hij 2 maanden geleden op de New York Fashion Show. Maar denk dit weg en zo komt hij dus overigens niet naar Europa natuurlijk. Dit is echt een Amerikaanse SUV. Ja, het is weer bijna kerstmis. Daar gaan we naartoe werken bij Dodge ook, want ze hebben de Challenger Hellcat hebben ze eventjes omgebouwd voor Santa Claus. Dat is deze auto geworden, geen wielen, maar een slee eronder. Een paar enorme blairpijpen, ja, en Rudolph Red-Nosed Reindeer kan naar huis toe, want hij heeft een broertje met een gewei en hele scherpe tandjes. Wat een gaaf ding is dit, echt helemaal maf. Ik wil ze allebei. Toyota heeft de Prius gefacelift. De auto was heel uitgesproken. Sommige mensen vonden het prachtig, anderen vonden het gruwelijk. Nou, dat willen ze bij Toyota niet hebben. Ze zeggen van nou, we willen wat meer een algemene, even een allemansvriend maken. Dus het is allemaal net iets minder uitgesproken. Nog steeds een heel bijzondere auto om te zien overigens, maar net iets minder gek dan die was. Achterkant hetzelfde verhaal, die lampen zijn wat eenvoudiger geworden, wat minder scherp geworden. De balk daartussen is wat minder uitgesproken geworden, maar belangrijker is technisch nieuws. Want deze auto is hoort ook als AWD-E, jawel, een vierwiel aangedreven Toyota Prius. Die auto is bedoeld voor landen met extreem koude klimaten, dus als je bij gladheid moet rijden. Daartoe heeft hij achter een extra accu, een techniek die wat meer tegen kou kan, en een extra elektromotor op de achteras. En die helpt je dan om van 0 tot 10, dus bij wegrijden, net even dat duwtje te krijgen op glad wegdek. En tot 70 km per uur helpt hij ook mee als je dreigt onderstuur te raken om een beetje bij te sturen. Slecht nieuws voor de diehard offroaders, want die 4x4 Prius komt niet naar Nederland. Wel belooft Toyota voor onze Prius betere materialen in het dashboard. Kan ik je helaas niet laten zien, want dit is de Amerikaanse versie. En dat zie je dan ook weer aan dit staande scherm, dit Tesla-achtige scherm. Dat komt ook niet naar ons land. Wel belooft Toyota een verbeterd infotainment systeem en dat was stiekem ook wel nodig ook. Soms kunnen namen verkeerd vallen, want TRD, dan denk ik aan tokkelende, ronkende diesel. Maar dat is het niet, het is Toyota Racing Development. Ah, hier, dat klinkt ineens heel anders. Het zijn allemaal stoere dingen voor op je auto. Veerpootbruggen, filters, luchtinlaten, verschijners, noem het maar op, matten, spoilers, Predator steps, niks voor mij, ik doe geen vlees. Maar als je het allemaal op je auto's roeft, dan krijg je bijvoorbeeld deze Camry TRD of die Avalon TRD. Twee heel dikse ogende sedans. Nou, ze zien er natuurlijk prachtig uit met enorme spoilers, bodykits, enorme 19-inch wielen. Allemaal van TRD is dat allemaal. Allemaal rode accenten binnen en buitenkant. Motorisch zijn ze hetzelfde. Dat betekent een 3,5 liter V6 met 300 pk. Daar is niks mis mee, zelfs niet in zo'n auto. En ze zijn dan wel weer qua onderstel aangepast, want allebei zijn ze net een centimeter lager en stuggere vering. Verschil is dan weer dat die Camry heeft ook eens een keertje aangepaste remmen. Dat heeft die Avalon weer niet, want die is wat meer op comfort gericht. Jammer, maar helaas, ze komen niet naar Nederland. De Camry overigens wel, maar dan niet als TRD. Ja, ik had je de Hyundai Palisade nog willen laten zien, maar die stond de hele dag onder een wit doek. Nu wordt hij onthuld, maar ja, de beurs is bijna dicht. Ik heb zo meteen nog een interviewafspraak, dus ik ga het niet meer redden. Er hangt een mierenhoop omheen. Maakt niet uit, we laten het nu gewoon op autoweek.nl zien. Ik vond het hartstikke leuk dat je met me meeliep. Ik ga naar huis. Hey, bedankt, Ted.